Welkom bij een nieuwe wiskundevideo en vandaag gaan we het hebben over benoemen van hoekpunten in ruimtefiguren. Soms zal je zelf in een ruimtefiguur hoeken moeten benoemen. Dan moet je natuurlijk wel weten hoe dat moet. Stel nou eens, wij moeten deze kubus benoemen en we weten dat de kubus A, B, C, D, E, F, G, H heet. Dan beginnen we te bedenken dat ieder hoekpunt met een hoofdletter benoemd moet worden. En als eerste beginnen we dan links onderin. Dat hoekpunt links onderin, dat noemen we dan A, de eerste letter van de naam van onze kubus. En daarna gaan we tegen de klok in. Dan krijg ik B, C en D. Eerst benoem ik dus het ondervlak en daarna het bovenvlak en dan ga ik boven de A weer verder. Kijk daar E, F, G en H. Ook boven in het bovenvlak ga ik dus tegen de klok in. Zo hebben wij deze kubus benoemd, A, B, C, D, E, F, G, H. Nou, dus nu tijd om het zelf te oefenen. Geef de naam van de balk K, L, M, N, O, P, Q, R en ik verwacht dat je nu zelf gaat bedenken waar de verschillende hoekpunten komen te staan. Pauzeer de video, schrijf het voor jezelf op en ga pas verder als je denkt het antwoord te hebben gevonden. Voor degene die het is gelukt, heel erg goed bezig. We beginnen natuurlijk te bedenken dat ieder hoekpunt met een hoofdletter geschreven moet worden en we beginnen links onderin. De eerste hoek noemen wij nu K. Daarna gaan we tegen de klok in, dus krijg ik L, M en N. En vervolgens ga ik boven de K weer verder, O, P, Q en R. Had jij ze goed? Ik wil nog eventjes samen met jou naar de piramide kijken, want de piramide is qua naam een beetje speciaal. Iedere piramide eindigt namelijk met de letter T, die staat voor top. Verder is het benoemen precies hetzelfde. Ieder hoekpunt schrijven we met een hoofdletter en we beginnen gewoon weer onderin. Links onderin, in dit geval met A. Dan maken we een rondje tegen de klok in, B, C en D. En vervolgens benoemen we de top met de hoofdletter T. Dat is altijd de laatste letter bij de piramide. Daar komt de T te staan. En dan hebben we piramide A, B, C, D, T. Eigenlijk is het benoemen van hoekpunten en ruimtefiguren dus helemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen even weten hoe het moet. Ik wens je in ieder geval heel veel succes met de opdrachten en ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je nog vragen hebben of je wil een opmerking achterlaten, dan kan dat natuurlijk altijd. Misschien wil je wel gewoon nog een video kijken. Zo niet, dan wens ik je in ieder geval een hele fijne dag.